dat is de slogan. Ja, je weet het misschien, zwaarder betekent hetzelfde als zwetten. En zwetten betekent grens. Ja? Dus de zwaarder is het, de grens in het zuiden. Beste kerst, grenzen komen de volgende dorpen. Ik ben zeggen, Jean, dit is Driesem. Dan heb je Kalmerswijg. Zuidelijk van de zwaarder. Twiesel al heel lang. Twiesel. Ik nog hier dit stukje. Borst. En dan hier, Oudwaard. En dan in het noorden hier. Dat ben het woordwaard van het oude Westerbeest. Dus ik nog zo'n groot dorpsgebied. Dus laatst je zo'n groot is net. Goed. Een groot dorpsgebied van Westerbeest. Of ik wil neer Voestrum. Ik wil nog wel even zeggen, Voestrum is van alles de schuilname van Westerbeest. Ja? Het was de Pielkum van een wereld. Maar Tjenner werd het brood meer als erename. Dus de naam Voestrum, daar maakt je ook Westerbeest dus net meer lolkmaai, zou je zeggen. Westerbeest, Grunhoudsgebied, maar stelde dit in het verleden nog echt wel zo'n protofoam. Nou, in mijn jonge jaren moest ik altijd begrijpen dat Westerbeest eens net volle vaststelde. En dat was als een riempje dat dat in uitdrukte. En dat is zo. De Westergeest, hoop nog treest, klok nog bingel, spieker nog tingel. Nou, dan bleef er dus net vol uit moed. Hoop nog treest, dat zei ik nog, klok nog bingel. Je weet wat een bingel is? Ja, nou ja, en dat is eigenlijk een Lietse klok, een Lietse liedklok. Dus geen klok en zelfs net niet eens een bingel. Spieker nog tingel. Geen spieker, nee, zelfs geen tingel. Want een tingel is een. Ja, maar een tingel is echt. Een soort pommelaten. Maar een spieker. Het kan ik best een heel iets kopspieker. En dat wat je bedoelt. Spieker nog tingel. Geen gewone spieker, zelfs dat is een heel iets kipperig tingeltje. Dit rimpje meisje, dat jij van vaak 1850. Want, waarom? In 1857 doe is er een klok in de kerkkamer. Misschien weet ik wel een bingel. Maar in 1857 kreeg Westerbeest een klok. We weten dat in jaren tijd er wel een klok in de kerk hong had, in de 16e eeuw. Maar daarna is die klok bijraken en er weer geen geld voor een nieuwe klok. Dus dat illustreerde de jarenmoed van Westerbeest in dat rimpje klok nog bingel. Er werd trouwens wel een verklaring die jong waard in de Westerbeest voor het verdwijnen van die klok. En die kwam hier op deel. Die klok die heeft de kerk wij noemen terug de Oude Zwarte. Ik weet niet of je de Oude Zwarte kennen. Net nog wat zwart hinder of zo verzeld. Die helpt je klok met toren. Nee, dat weer de duivel. Hansje Pik, de duivel. De Oude Zwarte. En die had een klok op een rijnaam en die is ermee uit een liekpaard, Delkuijder. Paard. Van dit paard is er nou, de trend zijn zuidelijke jochten. En dan komt men, kan men in die tijd bij een veenpoel langs. Ja, die is mooi te zien op de kaart. Zo, dit binnen de boeren van het dorp. En dit is die veenpoel. De Dool. En van de Westerbeest kerk naar die poel daar rond het likpaard. De duivel is daar langs gingen dus. Zei het verhaal, en het klinkt in mijn eer als een heel betrouwbaar verhaal. En die had de klok in de poel smitten. En het is zo dat met mooi waar, dus je hoort misschien net, maar met mooi waar, dan kan men die klok nog leren. Hier. Zo is dat. Goed, maar dus zat mannen dat we een schof lang zonder klok met mij was te geest. Kerkelijk, wie je was te geest, trouwens, zoek de Reformatie. 1580, combineren met Oudwaard. Ja? Eerst heb ik niet mijn komens weg. Maar Oudwaard, en nu dat ik zie dat Westerbeest dus eindelijk toch maar wat een moeilijk speeltje hier. In Oudwaard is die de pastorie. Daar werd het te doen mee. En dat is die dus eindelijk Oudwaard, zeg ik dat wel op nummer 1. Maar dan de squallen. Vanzelfs weet ik in Westerbeest, die is in elk fatsoenlijk dorp een squallen. Een bieren legere squallen. Maar in 1885 was er een persoonlijke, een christelijke squallen opgericht.
die kwamen op het Triëme. De Triëme ligt zuidelijk van Westerkeerst. Maar wel op het dwarsgebied van Westerkeerst. Dit is de Triëme, dit streek hier. Het is al een beetje iets misschien, maar dan heb je toch even een omwezing met het zacht voor de maat. De heel daar op het eerste eind van de Triëme, de heel daar dus aan de rechterkant, zeg maar zeggen, daar kan de skeleton staan. En een heel eind boeten de boorden van het dwars. En die squallen van Westergeest, die verleren heel veel leerlingen om die nieuwe squallen. Dus vier van de meeste Westergeesters moesten buiten het dorp naar squallen. Toen kwam het hier 1894 en toen kwam Westergeest even positief in het nieuws. Wat weer het geval? We hadden in Westergeest nog wel de tjerken, aan ze vertelde ik meer over. In Kolen zit een notaris in die 1894, de vernemende meester André. De man die het grote boekenskruin had met de geschiedenis van Kolen en ik noem oren onderwerpen in de Friese geschiedenis. En André, die trouwens groot bezitter hier, ik al die loon in Westerweest, maar die tocht in die oude kerken, er zitten misschien wel oude schilderingen onder de kalklaag. Die vregen om de kerk voor toestemming om die. Om je hebt daar een stukje van die kalklaag er ook beter te maaien. Nou, die deftige notaris met zelf, maar dit gewoon hiervoor. Nou, dat mocht, vooruit maar. Die notaris kon maar meer wat weiger hier, want die is zo machtig en zo belangrijk. En daar kwam schildering te vastkien. En dat weer even een sensatie. Want deskundigen stellen vast. Dat de oudste schilderingen in heel Nederland waren die op dat stuk bekend zijn. Zo van plus minus trek je hand op. Ouder werd er op dat stuk in Nederland net bekend. Dus er kwamen al die kunsthistorici in de Westergeest, professoren en. Nou, dat weer wat geweldig. Maar de tjerk had meer net zo'n kies. Die zijn dat bij Roomske vastgelegd. Dit is een protestantse tjerk, dus dit kan net zo bril. Dus die mannen van Hoewie te worden. André Duwels verzeld. En die heeft een prop invloed. En het kwam er op bel. André loopt zo'n bel in Den Haag. En er kwam een brief van de minister van Binnenlandse Zaken in Westerkeerst. Minister Samuel van Hout. En daarin werd een fysiek in onder de tjerkvorm. Een fysiek, want de minister wie geen baas op de tjerk. Om vanwege de kunst, de historische waarde, die schilderingen net moeten zien. De tjerkvorm had de brief van kunstkerk oornomen en de zaak ook niet zien. Ja, en dat weer, wel. Doe die Westergeest, dat is weg van de kaart. In 1915 kreeg de reputatie van Westergeest een gevoelige klap. In 1915, waarom? Vanwege een volksburgjocht dat hij weer door afspelen. Een volksburgjocht. En dat had de reputatie van Westergeest in de eerste helft van de 20e eeuw bot scheren. Wat weer het geval? Ik zal het nog heel kwaad horen. Er weer een man, een net trouwde man, een 63 jaar, men niet, misschien een hype man. En er weer een jong Franske van hier, dus Santje 18, moest een ben van hem maken. Dus wat wij mee verhangen was dat we maar getrouwen zijn. Maar dat boerde net. En toen had het volk van Westergeest besloten, die tweede man om mij ervan te trouwen. En om hem te tweede identiteit, had ze nu een ouderwets middel tapast het volk gerucht. Er was een boerenwijnkleerzet, die mij zullen door het dorp rinden. En daar was muziek bij maken, tjekkelmuziek. Mijn voekenpappen. Ken je het voekenpappen? Ja, dat is een rommelpot in het Nederlands. Dat is een pot met een hinderspant en bargebonnen. Bargeblaas. En hij rijdt, wordt hij dan in een godstutsen en dan kan men een heel nieuwe look maken. Dat heb ik een spiet dat look nog nooit yet. Maar goed, dat denk dat er geen bonnenopnames van bekend zijn. Maar in elk geval, dat, ja. En toen op een jongen dus zo'n heven, maar de. Net met zijn jonge man die hier de lucht van kreeg in de buurt naait. En zijn eigen man met het hoest die leeg. En toen had ze het hoest maar opruts.
Nou ja, net heel wel, ze hebben de plast ophouden, want toen voelde er een man in een DRDL, dus toen winnen ze samen de indruk dat ze ophouden. We sneuren die honderd, maar een man die bekam de Massachusetts, en er werd een nieuwe man in de beste wereld opgepakt. En die had zitten ervoor. Ja, en daar zie je een meester die de letter heel verwoest in, en het waren ouderlingen zag. Dus daar waren nooit met elkaar. Zijn ze nog getrouwd? Pardon? Zijn ze nog getrouwd, die twee? Oh ja. Ze zijn getrouwd, ja. En weer heel ongelukkig gehouden. En dat is me, het is niet een bijna man. Ja, mensen, dat weer, nou, en dat stond ook in de kranten. En beste eerst, oh, dat weer, oh, wat een achterklaar, dat ze weer zo'n soort dingen begrijpen. Dat is, ja, stapharts in ze die nooit in 60 nacht voor de beste keer. Maar, jullie, beste eerst, dus, oh, wat een achterklaar. Door hekken, beste eerst, in 1930 een groot part van Zimbabwe-gebied gekwit. Met een stapharts. Zwijerveen waren zelfstandig dorp, Sambul, Vinkleester. Die hadden alle jaar onder verkleester van Patermeester onder Westerbeheerst. Dat is het hele zuidelijke pad van het Duitsgebied hier erom. En in 1940, zie je nu letterlijk, de nog een stuk waren, de Triemen. Maar de Triemen zelfstandig dorp. Toen ging Westerbeheerst, ja, die squalen op Triemen, die doen net meer officieel de Triemen onder Westerbeheerst. Nee, die de Triemen zonder Westerbeheerst. Dus dat bleef net verloren. Ik heb maar zin mensen, oh ja, en toen krijg ik later, of krijg ik naar de oorlog in 1952, toen rekken de squallen van Westerbeheerst, die bieren squallen, ik nog van de kaart. Die is toen opgeheven. Toen meer leerlingen. Toen bieren Westerbeheerst een dorp hielden zonder squallen. Ja, en wat stelt het dorp dan nog voor? Nee, ik heb maar sinds in de jaren 50 en 60, toen ik ook groeide, doe we Westerbeheerst eerst net stier, net heen moest kunnen. Dat was nog een les. Ik, dat is een heel gevoelige vraag. Ik zou naar Squalata en doe wat er ook doet. Ik zou naar deze Squalata hier in Kwaad. Ja, en doe, er is nog een oplossing voor, ik ben door de drieën in de Squalata gestuurd. Trouwens, ja. Wat me doe wel opvoer, ik viel me door eens meer drieën met het Westerbeheerst primitief. En ik kwam vanzelf ook eens in Westerbeheerst en het voelde me echt op dat Westerbeheerst zo. Dat was weer drieën, want ze de bim waren hier ook. Maar wat deden ze hier? Ze typelen. Ze typelen dat koe, net in de drieën derde. Oh, de volkspark die daar al aan moet staan. Ik vond dat heel apart. Maar ik ga nog eens maar typelen hier in Westerbeheerst. Misschien, ik wil hier al maar beslissen, Westerbeheerst. Dat vier dus in die, nou ja, ook nog ten eerste is wel heel radicaal, maar vier net voor je. Kijk naar boven, dit is het nijnjotje. Zonder is Westerbeheerst aan de opnemen. Doe het aan de vrouw. Maar dat ook niet. Dat ook niet. Ik kom dan nog naar mijn vraag. Wie Westerbeheerst altijd nou zo'n dorp dat eens net vol vaststelt? Misschien is dat toch wel, had dat toch wel oorsbest. Want de grote vraag is dan, hoe komt Westerbeheerst oors op zo'n imposante tjerke? Een tjerke dat hij van oud voort, toch heel, nou ik wil net zeggen zuteren bij oost, maar het is eigenlijk dan maar een lied tjerke, dat is die van Westerbeheerst. Dus Westerbeheerst had echt een tjerke, nou, daar kan men mij van het licht komen. En dat wat me lijkt, dat betekent dat de toer van de tjerke van Westerbeheerst, die had er een stuk heger bestaat. Ja? Die had er weer een stompe toer trouwens. En het, er werd altijd verteld dat het de heegste stompe toer in Friesland weer, tenminste van een dwarp. Want er is in Friesland in je stijt met een stompe toer. Hier van Alphen, nou? Ja, dat kan. Ja? Ja. Nou, waar dan? Ja. Is stoppen toe, plakken. Nee, maar hier sterk is stoppen toe, bolzend. Dat is de heegste. Maar Westerbeheerst de heegste van de stoppen op het plakken. Maar goed, in 1800 nog weer de toer bouwvallig en checkvallig. Die zijn nou een goed keerste oplossing is dat we de maar steken afhalen. En dan en stoppen toe. In die tijd vonden ze stoppen toe alleen maar wat.
net mooi, spits, dat is de moord. Dus er kwam een spitske op, een insnoerde spits. Ach, dat is zo. Maar die tjerke, dat is dus, die had dus een hele hele toegang. Nog een bijzonderheid, in de tjerke was er eerst binnen een heel oude grafsteen te vinden. Oude, van zover ik het weet, maar daar ben ik net heel nauwis van, maar Hessel, die is daar een expert in. Mij in elk geval van Oosten in heel Noord-Eerst-Friesland. In de Sneuper had Peri Linders een heel goed artikel zien over die oude grafsteen in de tjerke van Westerkeerst. Die steen, de oosten van die steen binnen zelfs ouder als de tjerke zelfs. En de tjerke is gebouwd in de tweede helft van de 12e eeuw. Over de 50, over 74. Die is nooit. Daar gaat Grift en die grijfsteen bewezen het, maar Grift ervoor ook al een tjerke steen. Dus wat deze grote tjerke gebouwd is, had er vast een lietere tjerke steen. Een oude manier. Spijtig genoeg weten we daar net zo volle van, want in de jaren 50 is de tjerke van Westerkeerst gerestaureerd. En toen had er net een heel geweldig archeologisch onderzoek geweest. Dat hij eens allemaal. Want de restaurator had weer Vechter, die hoopte net zo van archeologisch onderzoek. Die om de tjerke, om de restauratie en dat gedoe van die archeologen weer molesten. Dus daar had spijtig genoeg geen goed archeologisch onderzoek geweest. En een heel iets onderzoekje en het rapport dat het dags overwezen maar zo, dat is net te vinden. Ik heb alles, van alles bezocht, geen rapport te vinden. Het enige wat we ervan weten is een artikel in de Leuwarder kranten in 1957 door Herre Halbertsma, Holland van ons tijd archeoloog trouwens. Kom ik aan zo waarom op dat artikel. Als we dit zeggen, als we het verder onder de loep nemen, dan zou ik, nou, dat is wel graag, ja, zie je wel wat meer te zeggen. Hoe de vraag, kennen we wat er weten kan worden? Hoe, oud, wanneer is de voor het eerst naar zijn tjerk gekomen in Westerkeerst? Wanneer had de tjerk een stifting in plaats van? Oftewel, wanneer is de parochievorming hier opgekomen in Westerkeerst? Nou, en dat is een onderwerp dat we ook nog wat meer op zetten. De tjerkenstichting, de parochievorming. En als we op dat onderwerp ingaan, ja, dan heb ik geen concrete gegevens over. Dus we moeten zien naar elementen die dus daar misschien wat over vertellen. Dan is er een artikel dat u op paard helpen kan, dat Peri Linders steen had in het tijdschrift De Vrije Fries. Ik zeg het daar niet, ik, De Vrije Fries lezen. Artikel van Paul Nomen, dat heet De Ontwikkeling van het Parochiewezen in Oostergoo. Nou, en er binnen drie elementen die het heel belangrijk binnen om in elk geval een soort van idee te krijgen van hoe oud is de parochie op een plak. Ja, wanneer er geen concrete gegevens vinden zijn. Dan maken we een drie dingetje. Het eerste plak, het patrocinium. Het patrocinium, daar bedoelen we mij, waar weer de heilige die als patroon van de parochie fungeert. Ja, de patroon van de parochie, een heilige. Vertel ik aan meer. Het tweede plak, het collagerjocht. Het collagerjocht, dat is het rjocht om de pastoor voor te dragen, van beneming. Dus in feite het onderwijzen van de pastoor, de beneming, dat door de bisschop is verdiend weer van die tijd. Dus waar hier het rjocht? Je had ook tijd van 1580, hè? De Romeinse tijd. En derde plak, dan moet we zien naar de saint. De saint is de kerkelijke rjochtspraak in de tijd van 1580. Nu ook de gewone rjochtspraak, die we in hand van de Griepman, meisje mijn rjochters. Ik val van Kalm als je dit dus in Kalm. Maar de jonge weer direct kerkelijke rjochtspraak. Vertel daar zeker wat meer van. Maar die kerkelijke rechtspraak die weer op maar enkele plakken concentreert. En we moeten action naar deze kerkelijke rechtspraak ook meer weten willen over de parochievorming. Goed, als we nou dit toepassen op Westerkeerst, dan zien we dat Westerkeerst op elk van deze drie punten, het patrocinium, het collage, het recht en saint, heeg
Scoort. Jawel, beste keer, scoort hij. Eerste plek de patroonhelder. Gelukkig weten we wat de patroonhelder van beste PSV is. Van Brotterdorp weten we het heel nog net. Van Oudwaard weten we het net, komen zwerg net, Driesem net, Bokkerswaard net. Dus er binnen een heel grote dat we het net van weten. Maar van beste PSV gelukkig was. Dat weer Martinus. Sint Maarten. De tjerk beste PSV is een Martinus tjerk. En dat is heel belangrijk om dat te weten. Want als we een Martinus patrocinium checken, dan weten we het gaat om een oude tjerkenstichting. Om een oude parochie. Waarom? Want die Martinus, Sint Maarten, dat weer een Frankische heilige. Martinus van Tours. En nu is het zo dat de Franken die haar in de 8e eeuw de macht in Friesland in handen kregen. Friesland, die tijd was zelfstandig, tegen een koning Redbad, Gelders enzovoort, had uiteindelijk beleersjaar maken met de Franken. De Franken waren hier de baas. En in die tijd, die Franken die winnen al jaren het christendom bekeerd. Maar dan werd het christendom hier preken onder Frankische bescherming. Dan werden er parochies stiften, de eerste. En die oudste parochie stichtingen uit die tijd dat die Franken het hier de macht konden om hier. Die parochies die werden heel vaak wijd aan Martinus. Want dat weer de favoriete helge van de Franken. Dus, en beste eerst had dus een Martinus patrocinium. Op de zogenaamde naar Noord-Eerst Friesland, het gebied dat de historische vereniging in de douane had, dan kunnen we vaststellen dat er boendemester eerst nog enkele Martinus patrocinia binnen. En wel in Dok. Ja, de parochiecheck van Dokkum is echt wijd aan Martinus. Net op Bonifacius, de Bonifacius abdij, ja, die weer van Bonifacius. Een Martinus patrocinium echt in Kolm. En daar praten ze het zin van een Maartenscherk. Maar die had je dus echt een Maartenscherk in de geest. Maar Kolm had dus echt een Martinus, had echt een Martinuscherk. En dan echt nog in Hontum. Hontum. Had ik een Martinus patrocinium. En vierde ik nog een beetje verder voort, Vervent. Dus wie kende wisselwijs, dat ben al heel oude parochies. Goed, jonge parochies, die ja, we kennen het vaak, zijn onder de namen van de heilige, van oh, dat mag wel een volle jongere stichting wijzen. Neem Anna. Anna is de mem van Maria. Namelijk komt in de Bijbel net vaak, maar Anna, maar daarom speciaal die de beste plaats, veel zeker. Anna, dat is de...